Duurzaamheid. Wat doen corporaties daaraan? Voor en vaak ook samen met bewoners dragen wij bij aan een betere buurt. Groen in de wijk, duurzame woningen, activiteiten voor jong en oud. We doen van alles zodat u prettig kunt wonen. We hebben hier 48 nul op de meter appartementen gebouwd. Het eerste gebouw in Nederland waar dat in 5 bouwlagen is gebeurd. Nul op de meter betekent dat het gebouw voldoende elektriciteit opwekt om de mensen er te kunnen laten wonen. En dat elektriciteit opwekken gebeurt niet alleen door zonnepanelen op het dak, maar ook door zonnepanelen aan de gevel. De huurders die merken dat het een nul op de meter woning is, dat ze alleen maar een energieprestatievergoeding aan Thuis betalen. En Thuis is de woningstichting. Dus ze hebben dus geen afzonderlijke energierekening meer bij een elektriciteitsbedrijf. En als ze dan ook nog zuinig leven, goed met hun woning omgaan, dan krijgen ze eind van het jaar nog geld terug. De woningen die zijn op dit moment al wel allemaal toegewezen, maar nog niet iedereen woont er. Mensen zijn druk bezig met de verhuizing en ook de woonomgeving moet nog worden ingericht. De mensen die er wonen, die zijn allemaal wel heel enthousiast. Helemaal geweldig. Ik vind het hier heel fijn wonen. En ik heb de woning natuurlijk ook gekozen, door het is innovatief. Er zit een warmtepomp in en de zonnepanelen rondom. Dus ja, milieubewust zijn we bezig. Maak kennis met ons tijdens de dag van het huren.